Ja, meneer de voorzitter, ik vond de vorige speech zo mooi dat ik er eigenlijk bijna niet overheen kan. I see you. Ik zou bijna zeggen heidi hi. Hier, beste raadsleden. Ik heb even 3 opmerkingen vooraf. Dat mijn speech, halverwege moet ik op piep. Want dan komt er iets waar ik niks over wil vertellen. Vanwege mijn voorzitterschap van het ene. En mevrouw Carla Kreuk-Wilderman die zal dan voor mij de speech afmaken. Ik wil meneer Verspuy zeggen, ik ga vandaag niet goochelen. Mijn handen zijn leeg, mijn mouwen ook. Dus dat zal u straks ook wel horen aan mijn toespraak. En Wim, de laatste, het is gelukt. Ik heb hem op papier, hij is niet uitgeschreven. U kunt hem vandaag allemaal echt gewoon lezen. We hebben, dat heeft ook zijn voordeel als je 4 leden in de raad zit, dat je geholpen wordt om een speech die ik altijd normaal uitschrijf, dat die nu ook uitgetypt is. We zijn nog niet zover met de beeldjes. Dat komt volgende keer, volgend jaar. Daar zijn we ons op voor aan het bereiden. Maar geachte voorzitter, mederaadsleden en aanwezigen. Vandaag behandelen we de begroting voor de gemeente Tiel. De gemeentebegroting, welke aangeeft welke plannen de gemeente heeft voor het komende jaar. En natuurlijk, wat deze plannen gaan kosten. En omdat de raad met het vaststellen van de begroting toestemming geeft voor die besteding, verdient de begroting alle aandacht van ons. Er is weer heel veel werk gestoken door ambtelijke ondersteuning, het college en ter voorbereiding ook door de raadscommissie beleidscyclus. Dank daarvoor aan allen. Maar laten we eens terugblikken op het jaar 2015 en daarna vooruitkijken naar 2016 en verder. De Partij van de Burgers heeft een aantal punten die we graag met deze begrotingsbehandeling aan de orde willen brengen. Als eerste de communicatie met de burgers. De communicatie met de burgers vindt de Partij van de Burgers heel erg belangrijk. Communicatie dient duidelijk, begrijpelijk en vooral transparant en zoveel mogelijk openbaar te zijn. Natuurlijk begrijpen wij dat sommige stukken vertrouwelijk moeten zijn. Echter, of de kaders die hiervoor gelden goed gehanteerd worden, is ons een aantal malen onduidelijk gebleken. En ook dat deze regels voor iedereen duidelijk en ook transparant horen te zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de geldigheidsduur van vertrouwelijkheid. We roepen het college op om deze regels dan ook te verduidelijken. Dan de huisvesting van vluchtelingen en statushouders zal in 2016 voor uitdagingen zorgen. Waarschijnlijk zijn er onconventionele oplossingen nodig om taakstellingen te halen en te voorkomen dat de wachtlijst voor sociale huurwoningen oploopt. Wij pleiten na spreiding van statushouders ook nadrukkelijk voor aandacht voor draagvlak in de samenleving. Wees eerlijk over de duur van opvang. En tijdelijke opvang is ook echt tijdelijke opvang. Het college heeft in haar eerste communicatie over dit onderwerp een goede aanzet hiertoe gedaan. Wij roepen het college dan ook op om de lijn vast te houden en de raad en inwoners op dit punt goed te blijven informeren en op het juiste moment hierover in discussie te gaan. Communicatie naar de raad. We verwachten dat het college eerst de raad en dan de pers informeert. Het afgelopen jaar hebben we op enkele onderwerpen meer en eerder informatie via de pers ontvangen dan rechtstreeks van het college. En dat vinden we echt een beetje teleurstellend. Dan jeugdzorg. Een specifiek zorgpunt voor ons in het sociale domein betreft de jeugdzorg. Wij vragen ons af of er voldoende grip is op de kosten. En we verwachten dan ook van het college daadkracht om te voorkomen dat we voor grote verrassingen in de toekomst komen te staan. Het is van groot belang dat de gemeenteraad goed haar sturende rol kan vervullen. Daarvoor is het noodzakelijk om het financiële verloop van de verschillende decentralisaties in beeld te houden. Afgesproken is om de stand van zaken op te nemen in de voortgangsrapportage, zodat we tijdig kunnen sturen. Helaas vinden we in de voortgangsrapportages 2015 een duidelijk overzicht van inkomsten en uitgaven nog niet terug. Kan het college aan ons aangeven of dat dit in 2016, of we dit dan wel kunnen verwachten? De Partij van de Burgers vraagt het college ook om op de kleintjes te letten. We bedoelen daar dan ook de echte kleintjes mee. De burgertjes van de gemeente Tiel.
die graag buiten spelen in en rondom huis. Spelen is voor deze groep van groot belang voor hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Ook nodig goede openbare speelruimte uit tot actief bewegen. En onze fractie vindt het dan ook van belang dat er voldoende volwaardige speeltuintjes zijn voor onze kinderen in de verschillende wijken. Door speelvoorzieningen aan te bieden en op peil te houden, wordt rechtstreeks bijgedragen ook aan de leefbaarheid van de wijken. Maar hoe zit het nu met die speeltuinen en speeltoestellen? Vanuit een bezuiniging wordt het onderhoud aangeboden aan de omwonenden. Maar wat kunnen omwonenden of ouders van deze kleintjes verwachten als zij in het kader van de burgerparticipatie onderhoudstaken overnemen van de gemeente? Hoe zit het met de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid? En wat gebeurt er nu met de speeltuin die enorm goed bezocht wordt, bijvoorbeeld in Kapel Averzaad? Terwijl omwonenden zich niet echt geroepen voelen om een beheerrol te vervullen. Er moet duidelijk zijn wat burgers wel en niet kunnen, mogen of moeten verwachten van de gemeente. Wij dienen daarom graag de motie speelvoorzieningen van GroenLinks mee in. Dan de openbare ruimte. Die moet op orde komen. Dat geldt voor afval op straat, graffiti op muren, deuren en ramen, goede parkeervoorzieningen en veilig begaanbare wegen en fietspaden. Een motie tegengaand zwerfafval heeft Partij van de Burgers al eerder ingediend. Vanavond dienen we graag het amendement van GroenLinks mee in over het herstel van de deklaag Passewaardse Hogeweg en de motie Second Opinion. Fietsonveilige onvriendelijke locaties over de onveilige fietslocaties, Vleestraat, Gasthuisstraat en voor de kijk uit. Ook de rommelige aanblik van alle fietsen in het centrum is ons een doorn in het oog. Dit is echt een flipje taal. Laten we onze stad ordelijk en netjes houden. Je wilt niet weten wat voor positieve uitwerking dit heeft op de houding en gedrag van mensen. En hoe dit ten goede komt aan het imago van Tiel. We ondersteunen dan ook van harte de motie van de VVD over het tegengaan van overlast van chaotisch fietsparkeren. Voorzitter, Partij van de Burgers maakt zich ernstig zorgen over de werkgelegenheid in Tiel en het groot aantal mensen in de bijstand. Er wordt momenteel veel geïnvesteerd in het werkbedrijf. Er komen participatiecoaches die plaatsing naar verschillende uitstroommogelijkheden mogelijk moeten maken. Maar wanneer u een weekje bij de uitgang van het UWV zou gaan staan en bij iedereen zou navragen of men een baan voor hem of haar heeft gevonden heeft, dan komt u wellicht tot een schokkend antwoord of conclusie. Er wordt veel opgetuigd, veel geld rondgepompt, maar dat levert tot nu toe weinig banen op. Wij roepen het college ook op om voldoende middelen in te zetten bij het creëren van arbeidsplaatsen voor alle Tielse burgers. Zeker onder de kwetsbare jongeren en 55-plussers is de werkloosheid onaanvaardbaar hoog. En verdient het ook de aandacht van onze bestuurders. De voedselbank. Mensen in armoede hebben het moeilijk. En ons dan, ondanks dat op dit moment de economie weer wat aantrekt, toch blijft een grote groep mensen in onze regio afhankelijk van de eerste levensbehoeften bij de voedselbank. Dit helaas noodzakelijke initiatief, gerund door de vele vrijwilligers, staat onder druk. Vooral als de kosten van onderhoud van hun onderkomen, een oud gebouw, op de schouders rust van deze voorziening. De Partij van de Burgers wil de Raad vragen om onze motie over een financiële tegemoetkoming voor Voedselbank Rivierenland te ondersteunen, zodat zij hun primaire taak kunnen blijven uitvoeren. Deze motie wordt mede ingediend door ChristenUnie, CDA, Sociaal Tiel en GroenLinks. Nog iets waar we ons zorgen over maken. Over anderhalve week is het namelijk zover. Vol verwachting klopt ons hart voor de komst van Sint-Nicolaas. Maar waar kan onze Sint aanmeren? De kademuur is afgezet. Ook u heeft uw zorgen geuit. U bent ongerust over de stevigheid van de kademuur aan de Waalhaven. En deze is afgezet. Begin dit jaar deed u al een onderzoek naar de holle ruimtes onder de bestrating. Maar nu, college, wat is de uitkomst van dit onderzoek? Laten we de kade nu maar zoals het is, of zien we het belang van een goede aanmeerplaats voor de Sint en nog belangrijker, alle grote schepen die toeristen naar Tiel brengen en voor een goede omzet zorgen voor de Tielse binnenstad. Dan wil ik het woord geven aan mevrouw Kreuk-Wilderman, of die hier... Ah ja.
Kijkend naar de begroting die vanavond voor ligt, moet het ons van het hart dat de kernen Avezaath, Zennewijnen en Waddenooijen in de begroting onzichtbaar zijn geworden. Er wordt niet of nauwelijks een woord aan deze kleine kernen besteed. En ook zij hebben een belangrijke plek in onze gemeente. Ook daar is het van belang dat de leefbaarheid op paal blijft, of in ieder geval niet tot een niveau terugvalt waardoor juist de primaire leefbaarheid onder druk komt te staan. Een goed beschikbaar voetbalveld in Waddenooijen draagt daarbij aan bij het op peil houden van deze leefbaarheid en zorgt voor cohesie in een dorp. Ook omdat juist zo'n vereniging in dit geval een enorme aanwas doormaakt van burgertjes uit de wijk Passewaaij. Daar gaat het CDA gelukkig veranderingen aanbrengen. Helaas heeft de motie ons nog niet bereikt, maar we willen hem graag ondersteunen, is onze boodschap. Het is de motie namelijk die van het CDA over de aanleg van het kunstgrasveld bij voetbalvereniging Waddenooijen. Wij zijn blij dat het CDA bij de behandeling van de perspectievennota heeft aangegeven dat de investering teruggebracht moet worden van 7,5 ton naar 5 ton. Wel nu, dat is gelukt. De vereniging heeft zelf door inventief te zoeken naar kansen en mogelijkheden om te bezuinigen. Dus het is gelukt, opdracht geslaagd. Waddenooijen kan volgens ons aan de slag. Want Waddenooijen kan mede door de toezegging destijds van D66 en CDA en de voltallige oppositie van start gaan met de aanleg van het kunstgrasveld. Beste CDA-fractie, voorzitter, ons logo en onze handtekening wordt graag gezet onder die motie. Mocht het CDA dit punt vergeten zijn, dan hebben wij voor alle zekerheid de motie van het ChristenUnie mee ingediend. In de pauze zetten we dan graag ook het CDA-logo en het D66-logo erbij. Ik kom nog een klein stukje aan, voorzitter, dan maak ik hem verder helemaal maar af. Als we kijken naar de begroting, dan zien we welke keuzes er gemaakt zijn. Zoals de Buren Support, Westluider Support, de Klimaatdijk, Verbouwing Stadhuis en de RSG. Dan valt er in de nabije toekomst weinig meer te besteden voor Tiel. De genoemde projecten worden over een lange tijd afgeschreven en eilen nog in vele begrotingen na. Hierdoor is er straks voor Tiel alleen nog een beetje zwerfgeld te verdwelen. En voorzitter, ik hoor u al denken, zwerfgeld, wat is dat nou precies? Nou, zwerfgeld is afkomstig van een mogelijk overschot, bijvoorbeeld op de hondenbelasting. Of een mogelijk behaalde target van de AVRI. Als stad zitten we dus de komende jaren financieel op slot. Terwijl je als stad ook vooruit moet, investeringen moet doen en op zaken moet kunnen anticiperen. De benoemde grote projecten zorgen natuurlijk voor een impuls. Maar door de grote investeringen die hiermee gemoeid zijn, zit er weinig of geen beweging meer in. Wij vrezen dan ook dat de discussie die nog gaat komen over onder andere het zwembad en de mogelijke vlottrekking van woningbouw op het vijverterrein in het gedrang komt. Die komen hiermee zeker onder druk te staan. De begroting voor 2016 kunnen wij dus niet direct omschrijven als ijzersterk. Integendeel, het woord boterzacht komt eerlijk. De opbrengst van de precariobelasting op leidingen is niet zeker en de kosten voor het sociaal domein zijn al even onzeker. Het is maar zeer de vraag of het voorgeschotelde overschot op de begroting daadwerkelijk gehaald gaat worden. Natuurlijk weten wij dat politiek en besturen keuzes maken is. Keuzes die niet altijd eenvoudig zijn en waarbij het goed is rekening te houden met de beschikbare of de te verwachten financiën. Partij van de Burgers is van mening dat, kijken naar de portemonnee van de gemeente Tiel, te zware keuzes worden gemaakt. Er wordt door dit college te veel gekeken naar stenen en te weinig naar de behoeften en de belangen van de gewone Tielenaar. En dat valt ons wel tegen. PvdB concludeert dat het college de portemonnee leegtrekt en de financiële stabiliteit van Tiel op het spel zet. Hoe de volgende coalitie de toekomstige exploitatiebegrotingen sluiten moet krijgen is de vraag. Vanaf 2018 heeft het college een OZB-stijging aangekondigd van 7,5%. Daarmee regeren ze feitelijk over hun periode heen.
De vraag is of dat we daar wel mee redden. Als wij vanavond deze begroting goedkeuren, dan is de portemonnee leeg. Dat is een in het heel kort samenvatting van deze begroting en van het meerjarenperspectief van onze gemeente. Voorzitter, ik sluit af. De begroting is sluitend met zelfs een klein positief resultaat. Daar kunnen we niks van zeggen, maar vraag niet hoe.